Ik denk dat je kinderen echt trots op je zullen zijn. Ja, daar gaat het mij ook om. Dat vind ik het mooiste. Daarvoor doe ik het ook. Nou, we kunnen stellen dat jullie André niet teleurgesteld hebben. Want kijk, bovenaan met 95,5 punten. Phil, hoe was het voor jou vandaag? Ja, de emoties gaan alle kanten uit natuurlijk. Want je denkt van ja, we proberen in de finale te komen. En dan zie je allengs van de punten. Denk je van ja, zou het kunnen. Had jij van tevoren bedacht, voordat je mee ging doen aan dit programma, had je dit bedacht dat iedereen jullie zo te gek vinden? Nee, eigenlijk niet. Nee, want ja, het is toch een beetje een niche-markt, die blues en zo. Nou, we gaan lekker een biertje drinken en ik zie je in de finale. Joep, oké. Je mij, wie ken je dan? Gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk mee, een tweede plek voor jou. 93 punten bij elkaar gezongen. Geweldig gedaan. Hoe heb jij dit nou helemaal ervaren? Nou ja, het was echt een achtbaan. En de ene keer ben je blij, de andere keer is het spannend. En nu ben ik vooral heel erg opgelucht. Ja. En ik ben heel benieuwd naar de finale. Ja, het zijn ook hele verschillende acts, hè? Tegenover wie je staat. Wat verwacht je er zelf van? Nou ja, nu maakt het ook niet meer uit. Ik ga gewoon lekker zingen straks. En ik vind het heel erg leuk om te doen. En daar gaat het natuurlijk om. Wie ga je als eerste bellen zometeen? Nou ja, ik ga straks mijn ouders zien en mijn zussen. En die zie ik als eerst. Ja. En ja, ik zie wel. Ik ben echt heel erg blij. Onwijs gefeliciteerd. Ik ben blij dat je meedoet. Dankjewel. Zie je in de finale. In summer fall to will. Signora, domina vida. Ja, een finale stoel te pakken. Oh, jammer maar, lief. Ja. Kijk mee. Jawel. Yes, yes. Sta je hier, Iris? Ja, ongelooflijk. Had je het verwacht? Nee, joh. Nee, wij deden gewoon mee. We wilden ons ding laten zien. En eigenlijk zonder verwachtingen. Ja, dan kan het gek gaan eigenlijk. Ja, en wat hoop je te bereiken? Nou, ik hoop gewoon eigenlijk gewoon te bereiken dat heel veel mensen ons gaan zien. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Ja. Hoe ga je het doen zo meteen in de finale? Nou, we zitten nog een beetje in twijfel tussen twee nummers, dus daar gaan we nog even goed over overleggen, Thiago en ik. Ik kijk ernaar uit, Iris. Ik ook. En doe de groetjes aan Thiago. Zal ik doen. Oké. Dankjewel. Je staat in de finale. Oh, leuk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dag, Carlo. Eentje ik op beginnen. Ja, dat hoop ik. Met Dennis. Wat moet er door jou heen gaan? Wat gaat er nu door jou heen? Leuke dingen. Dat ik steeds een stapje, steeds in het leven, weer vanuit de bodem weer. Maar wat heb jij een indruk gemaakt, hè? De nummer 2 van vanavond? Leuk. Ja, Andreas is al bijna zegt, mag ik je paar doen? Ja, leuk, liever. Ja, dus goed, we verwachten heel veel van je in de finale. Ik vind het leuk voor mijn kinderen meer. Ja, hoe vind je je kinderen? Ja, die belden me. Eentje belde me. Mijn zoon Tarek, de jongens. Hij zegt, hey papa, heb je gezien op televisie? Ik zeg, ja, wel leuk. Ja, ik denk dat je kinderen echt trots op je zullen zijn. Ja, daar gaat het mij ook om. Dat vind ik het mooiste. Daarvoor doe ik het ook. Ricardo, ik ga van je genieten in de finale. Ja. Gefeliciteerd. En ik wens je ook sterkte. Dankjewel. En iedereen hier wens ik sterkte. Alles goede. Ook jullie en alles goede, ja. En deze vier zien we terug in de finale. Phil B, Ricardo, Mannes en vaderzangeres Iris.